Vandaag neem ik het in mijn eentje op tegen 4 YouTubers. Beide teams hebben 20 minuten om 2 pizza's te maken en de tijd start nu! We gaan een pizza vegetariana maken. We zijn op weekend dingen. Ik ga een pizza maken met venkel gehakt. Niet het vegetarische gedoe van hun, maar gewoon lekker vlees. De taak verdelen. Ik ga snijden. Hij gaat bezig met het deeg. Hij doet de topping. Deeg. En Chatman gaat gewoon een model staan voor ons. We maken allebei 1 echte pizza en 1 dessertpizza. Maar ik ben in mijn eentje en zij zijn met z'n vieren. We zijn met 4 mannen, dat zijn in totaal 8 handen. Hij heeft er maar 2, dus ik denk dat wij... Maar jij hebt je handen op je rug. Ik gebruik ze af en toe. Ja, dat lijkt misschien gek, maar dit is precies wat ze van tevoren al zeiden over de rol van Chatbo. Kijk, we zitten te twijfelen. Gaan we hem in het spel betrekken of gaan we hem aan de zijkant laten? Maar aan de zijkant kan hij ook belangrijk zijn, maar dat gaan we nog zien. Maar ik ben nog steeds in de minderheid. Gelukkig was dit allemaal onderdeel van mijn masterplan. Want terwijl ik rustig sta te werken, gaan zij staan kibbelen. Ja, maar rem dan op. Niemand remt op. Chatbo, rem op iemand. Alleen lijken ze het voorlopig redelijk eens te zijn over wat er allemaal op die pizza moet. Dus. Paprika, cherries, peper, courgette. We eindigen hem met arugula, lekker. Ik heb al gehoord, zij gaan de hele groentewinkel op die pizza gooien. Ik ben toch geen konijn, of wel? Dat is natuurlijk leuk, maar juist eenvoud is veel lekkerder. Dus niet zo heel veel ingrediënten erop bij mij. Simpliciteit. Houdt heel simpel. Ik heb hier alvast een beetje gehakt in een bakje gedaan met wat knoflook en venkelzaad. En dan gaan we dat lekker op de pizza gooien. Op de pizza gooien zo meteen. Die wordt volgens mij onwijs lekker. Dus snel de bodempje afmaken en beuken maar. Ik ga echt dit zo dik winnen. Ik kan je wel helpen, hoor. Nee, je moet je eigen team helpen, man. Nee joh, ga naar je eigen team, man. Ja, dit gaat lekker. Alleen charbon had ik blijkbaar een beetje onderschat. Lekker, man, oké. We hebben heel veel vertrouwen in mijn broer. Ja, hij heeft geoefend, hè. Maar heb jij een pizzawinkel voor je? Jazeker. Zie je wel, hoor. Hij is failliet gegaan. Oh. Is er een verband? Toch maar niet onderschatten. Dus snel even mijn pizza beleggen. Nou, ik heb net wat mozzarella voor jullie latte opgedaan en wat pecorino. Ik heb laten vallen. Hey joh, dat is peuk. Ze zijn hier te gast, hè, die mannen. Willen jullie nog wat vlees voor mij voor vegetarische pizza straks, of niet? Nee. We gaan ons zo meteen vastlijmen aan die tafel. Ik zit vastgelijmd. Nog 13 minuten op de klok. Mijn eerste pizza kan bijna de oven in, terwijl die boys nog bezig zijn met hun eerste bodempje. Maar het gaat de goede kant op. Of zoals John zegt... Chef Erik, we komen eraan. Moet ik even rappen? Doe maar. Geef hem begeleiding. Chef Erik, we komen eraan. Ik heb een pizza banaan. Kijk maar nu, ik moet gaan. Pizza met die groenten. Groenten. Oh ja, hij stopt hem al erin. Oh shit. Oh. Ik moet hem gaan groeten. Groeten. Oh! Hij zit erin. Waar moet je nu op letten? Nou, dat hij niet verbrandt. Meen je dan wel? Kijk, hij gaat hij al. Het vuur is best wel heet, dus ik moet hem even goed draaien nu. Kijk eens eventjes. Nou, volgens mij gaat hij wel lekker, hoor. Ilias, met liefde. Wacht. Kijk, ik ga jullie zeggen. Aan het eind gaat iedereen zeggen... Wauw, ik wist niet dat ze zo goed waren. Want het lijkt misschien een zootje ongeregeld, maar ook zij hadden een plan. Qua tomaat is het perfect zo. Gewoon houden. Hé, maar Chatman, heb jij al iets gedaan? Of... Een coach speelt nooit. De jongens zijn heel fysiek bezig en bij fysiek komt ook mentaliteit kijken. En daarvoor ben ik ingeschakeld. Chatmo van Gaal. Zeker. In oranje. In oranje. Juist ja, ze hebben Chatmo aangesteld als trainer-coach. Ja, prachtig natuurlijk, maar ik lig gewoon lekker op schema. Hij gaat nog heel even terug, maar kijk eens dit soortje hoe het moet. Ah, top pizzaatje volgens mij. Hardlopers en doodlopers. Dat is wel waar. Goed verhaal, Ilias. Maar ondertussen is mijn pizza bijna klaar. Wil je teamgenoot tonijn op een vegan pizza gooien? Oh, tonijn. Kijk, hij heeft tonijn daar, broer. Nee, man. Wil je geen tonijn? Nee. En is je coach de grip op de groep totaal kwijt? Nee, wat doe je? Wat doe je allemaal? Nee. Ben jij zot? Hé, niet te veel. Papa, laat me ook wat doen. Niet alles. Idioot! Ik geef je toch deze? Ja, echt. Kijk, deze? Kaas. Te veel liefde. Jij voelt het thuis. Hij mist nog een beetje temperatuur. Ja, daarom komen we gezond. Dus gauw die oven in. En dit, lieve mensen, is waar het vaak misgaat bij onervaren pizzabakkers. Ze krijgen hem niet op de schep, de pizza valt, hij gaat kapot. Dus ik ben benieuwd. De teamwork komt nu naar boven. Ja? Plat houden, schuiven. Wacht, niet duwen. Ja, en nou terug. Terug! Heerlijk boys. Chatmo, Bluetooth. De warmte is het belangrijkste. Ik heb namelijk een timer gezet. Als die iets te warm wordt, verbrandt die en dat is namelijk niet goed. Goed bezig, mannen. Deze had ik niet verwacht. Ik zie angst bij chef Erik. Ja. Ik zie veel angst bij chef Erik. Oh! Waarom tril je? Ik ben zenuwachtig. Hey, kijk uit! Dus niet verslappen nu en aan de slag met mijn dessertpizza. Met Nutella, aardbeidjes, kokos en een klein beetje poedersuiker. Niks in de hand, want mijn voorsprong die had ik nog steeds. Kijk, we zijn later begonnen, maar dat maakt niet uit, want boys, wat zijn wij? Laat komen. Jullie waren wel laat, ja. We hadden 11 uur afgesproken en jullie waren hier om 11:45. Ja, dat komt door... Komt door John. Niet te veel praten, draaien weer. Kwartslag draaien naar links. Zo'n brandig gedeelte moet naar links. Juist! Goeie coaching, hoor. Eerlijk, je bent wel een goede coach. Ja, man. Dank je, eerlijk. Goeie tijd. Ik moet nu gooien hem bijna niet over. Sorry. Gooit hem bijna niet over. Boom, boom, boom. Ze zijn wel goed, hoor. Het zijn talentjes. Nog 5 minuten op de klok. Ik ben bezig aan de bodem van mijn dessertpizza. De boys zijn bijna klaar met hun eerste pizza. Kijk hoe heerlijk deze eruit ziet. Hij mag er niet langer in zetten, anders verbrandt hij misschien. We houden van big pizza's. Woo!
Ze beginnen aan het dessert, maar vanaf nu gaan ze pas echt presteren. Zij, weet je wat wij gaan winnen? Hij is een pizza bakker. Dit is geen pizza, dit is... La dessert. Dit is la dessert. En hij denkt dat hij beter dan ons is, maar dat is hij niet. Oké, jongens, grote mond. Laat me zien dan. Hij gaat dessert à la bombastique maken. Bombastico. Bombastico. En weet je waarom wij niet zeggen Nutella? Dat is standaard. We willen anders komen. Cameraman, zeg het even. Le dessert, le bombastique. Le dessert, le bombastique. Ik vind wel, als je dit Frans dingen zegt, dat gooit met je oor een beetje... Ja, maar in het Spaans niet. Juist, ja. Oftewel een pizza met Nutella, banaan, aardbei, witte chocola en kruidnoten. Ik zeg je eerlijk, dit zijn echt de lekkerste. En die gaan op onze pizza. Dus voordat die overvol ligt, snel die van mij erin gooien. Maar daar zit dus nog helemaal niks op. Nou, er gaat gewoon een kaal bodempje in. En die moet even gaar worden nu. En dan gaat de rest van de spulletjes erop. En dan wordt het potje lekker, jongen. Maar John is inmiddels ook hard aan het werk. Nou ja, werk. Ik ben witte chocola in een pannetje aan het zetten, zodat het lekker gaat smelten. Ik hou echt van iedereen hier. En daarom even proeven, anders zie je toch. Straks gaan mensen flauw vallen. Ik snap het. Mensen gaan niet dood, weet je. Kom kunnen verder. Hij staat zijn eigen ingrediënten op te eten en leidt ondertussen de rest van het team af. Wat is voor zware pan? Ja, hele zware pan. Zat maar aan te laten. Eén hand. Ik weet niet of dat verstandig is, waar houdt hij niet meer? Laat los. Hoe? Wow, hij is zwaar. Hij is echt zwaar. Laat één maar. Maar bij mij ging ook niet alles goed. Yo, moet je mijn pizza zien? We're in een soort spaceship. Ah, ik ben die funste guy vandaag. Ja, dit soort bodems verbranden snel en kunnen helemaal opblazen. Dus timing is alles. Hoe zie je dat die gaar is? Ja, als die zwart wordt. Nee, ik doe hem wat rustiger, want er zit helemaal geen beleg op. Dus die oven moet ietsje minder warm zijn, want anders verbrandt die bodem in één keer helemaal. En normaal gesproken zit er natuurlijk nog kaas en saus en weet ik het er allemaal op. En dat heb je nu niet, dus dan gaat het sneller verbranden. Wordt het toch nog spannend op het einde. Maar ik ben niet de enige die die druk voelt. Ik moet even schakelen. Ik heb paniek. Wat is er? Ik heb paniek. Ik heb paniek. Hoe gaat het? Goed. Geen lepels, ik heb geen... Hey, Ilias, snel jij een banaan? Die man is bezig alsof een scout komt kijken ofzo. Maar terecht, want de tijd begint te dringen. Snel die Nutella erin doen dus. Zijn gezichtje, zie je? Ik probeer een alien te maken. Een alien. Alien daar lekker op het tableau. Ik heb dus de Nutella erin gedaan. Ik krijg alleen die Nutella niet van mijn lepel af. Klep je er weer op, gaat hij nog even de oven in en dan maak ik hem straks helemaal af. Nog 1 minuut op de klok. Het gaat er heftig aan toe, man. De heren zijn super druk bezig. Ja, de tijd begint te dringen. We hoeven de pizzas alleen nog maar af te maken met de toppings, terwijl Chatbo de laatste tactiek uitzet. Op het moment best wel aanvallend, dus 3-5-2. Dus nu volle bak naar de eindstreep. We zijn kruidenoten lekker aan het malen. Ah, malen. Donia. En ik maak een rekensom. Malen. Hij zit in onze team, lach. Voor mij die wordt een soort van gestuukt nu met Nutella. Kijk, heel mooi zo. Even kijken. Oh, wat mooi. Nou gaan die aardbeienschijfjes er lekker op. Helemaal zo mooi volleggen. Het algeheel ook wat. Hoppakee. Alleen al op looks gaat hij het zo dik winnen. Dat kan niet anders. Waarom doe je ons eigenlijk na? Ik doe jullie niet na, maar wij zitten er op Nutella in. Hé, dit gaan we erop kruimen, vriend. Ja, proef het. We hadden nog een paar seconden om de pizzatjes af te maken. Met banaan, kokos en poedersuiker. Hé. Net op tijd. Oké, en klaar. Oké, de boys hadden een vegan pizza met tonijn. Oh, met groenten. Oh. Liefde! Oh, en Italiaans! En voor het dessert natuurlijk... Le dessert bombastique! Heel simpel. Nutella, banaan, andere kant aardbei, bolletje truffelnoten gedaan met een beetje liefde. En zelf had ik een pizza gevuld met Nutella. En daarbovenop zit nog een dun laagje Nutella met verse aardbeidjes, kokos en poedersuiker. Dat ziet er niet uit. Dat is mijn mening. En als hoofdpizza salsiccia Pinocchio met oranje tomaat en als kers op de taart... Lekkere asperges erop. Dat is geen kers, dat is een asperge. En laat in de comments weten wie er gewonnen heeft. Later! Abonneer! Abonneer! Wat zegt hij?